Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag, waar gaat het over? Voor Peter en Gregory. Het lijkt mij de uitvaart van de Queen, hè? Ja. Dat de stoet, rouwstoet, denk zelf in Edinburgh. Allemaal mannen in rokken, helemaal woke. Ja, Prins Andrew. Kijk, er staan allemaal militairen. Kist. Hier, de kist wordt gedragen hier naar binnen. Kijk, die gast, oh, die heeft het zwaar, die linksvoor. Die denkt, tering. Die is aan het werk. Nu leest ze de menukaart van de lunch. Deze man heeft opgegeven. Ja, die zijn in slaap gevallen. Want die staan er wel heel lang, hè, trouwens. Ja, maar ook de rijen zijn, dat zijn 30 uur, hè? Schijnt de rij om te wachten. Ja, doet het jou? Jij als Olympisch sporter, heb jij ooit de koninklijke familie ontmoet hier in Nederland? Ja, ja, zeker. Ja, ja, niet eens in Nederland. Ik heb de koninklijke familie ontmoet in onder andere Athene tijdens de Olympische Spelen, in Beijing, Londen en nog een aantal andere keren. Ja. Oh, jullie appen echt? Dit is... Het is niet dat ik de koning app van hey Willempie, hoe gaat het? Ja. Maar wij hebben elkaar wel vaker ontmoet. En was dat leuk? En ik heb trouwens, prinses, dus nu koningin natuurlijk, maar toen nog prinses, Maxima een kus gegeven. Kijk, nou kom weer. Oh, nee dan. Want? Nou, ik heb het ook netjes gevraagd. Je was in een kleine cooldown. Aan de koning. Nee. Ik heb het netjes toen aan de koning Willem-Alexander gevraagd. Ik zeg, mag ik Maxima kussen? Okay. Maar voordat hij ja zei, zat ik al gelijk. Ging jij er al op? Ja. Ja. Voordat Willem-Alexander ja zei, was zij al onmiddellijk erop. Ik wil dit zeggen, ja. 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 Ik zei, ho. Dus... Nee, waarom vroeg je dat dan? Ja, dat is je kans. Zij staat daar voor je. Dat was als klein jongetje al jouw droom, ik wil een koningin of een prinses zoenen. Nee, ik wilde eigenlijk gewoon heel netjes zijn door iemand gewoon 3 zoenen te geven. Dat is toch niet helemaal gek? Oh ja, ik had dat idee. Van je dacht, open groeten, maar ja. Ja, gewoon even netjes groeten, even 3 zoenen. Veranderde ze in een kikker? Maar ik bedoel, het is wel dé gebeurtenis van de week, dames en heren. Ja. Dus hoe kijken we hiernaar? Hebben we het gevolgd? Zijn we emotioneel aangeslagen? Hoeveel gaat het? Emotioneel aangeslagen, ontredderd. Ja. Shock, verdriet dat wij door het overlijden vorige week verplaatst zijn naar NPO 3. Dat ben ik nog steeds. Dit nooit meer. Normaal zitten we na de beste zangers, gezellig. Jan Smit komt erheen van Hive geeft succes. En nu zaten we tussen die spuiten en slikkers. Oh, het was gruwelijk. Dat is een knieval die wij 1 keer willen maken, Harm. Ja. En daarna nooit meer. Maar als hij een 2e keer doodgaat, wij blijven gewoon op NPO 1. We gaan er nog niet echt diep in. Hè. Kijk even naar Lisa. Ik heb niet superveel met het Britse Koninkrijk, maar ik vind het wel best wel fascinerend hoe lijp Engeland wel, hoe ziek veel zij ermee hebben. Snap je dat het hele land echt helemaal in paniek is? Dat heeft natuurlijk ook, denk ik, niet eens zoveel met heel die Queen zelf te maken, maar je wordt natuurlijk gewoon heel melancholisch, toch droevig over voorbijzijnde tijden. Nou, dat heeft er ook mee te maken, denk ik. 70 jaar, stop nu. Dat is nogal wat. Ja, als mensen van 96 doodgaan, dan schrik je wel. Toch? Ja. En dan kan het ons allemaal overkomen. Dan kan het ons dan komt het wel heel dichtbij opeens. Maar laten wij Lisa, laten wij, kijk, zij zijn dan het kamp rouwen om de Queen. Ja. Wij zijn het kamp leven de koning, want dat is de volgende stap. Ja. Meteen, hè? En zij dat dood vond meteen. Ik ook wel. Ja. Best wel zielig eigenlijk, dat mensen zaten echt wel... Best waren super streng op Charles, toch? Hij was best wel nukkig. Hij was onaardig geweest met de pennendoos die in de weg lag. Had hij onaardig gereageerd en met hem moest een gastenboek ergens ondertekenen. Was hij echt chagrijnig en iedereen vindt hem helemaal kut. Maar je mag best wel gewoon chagrijnig zijn, toch? In 1 week is en zijn moeder overleden. En hij moet op zijn 73ste verplicht nu heel lang de taak van een soort opper-influencer van Engeland verplicht gaan vervullen. Zeg maar, het is toch, je mag dan balen. Ik vind echt, hij mag gewoon... Ja. Maar het is toch überhaupt een wonder, ik ben het helemaal met je eens, dat die mensen niet totaal krankjorum zijn. Als jij vanaf nul ergens toch het idee krijgt dat je een soort god bent, eigenlijk nooit nee te horen. Ik vind het echt, dat vind ik ook bij zo'n Justin Bieber, al dat soort mensen die doen dan soms iets en spreekt iedereen schande, dat ik denk, hoe kan je nou verwachten dat die mensen normaal blijven. Ja. Het is je hele leven lang doet iedereen raar zodra je binnenkomt. Dan vind ik het, dat vind ik ook voor het Nederlands. Kijk, ik vind het echt een achterlijk systeem. Ik vind het raar dat we leven in 2022. We hebben democratie. We proberen in zoveel mogelijk systemen gelijkheid te brengen. En ergens daartussendoor hebben we ook in Nederland 1 familie. Dat ik ook denk, laten we dan elke 10 jaar een nieuwe familie kiezen. Een familie die helemaal niet speciaal is. Ze hebben geen draken, geen magische krachten.
En daar bepalen we bij de eerste die uit de vagina komt, die wordt de volgende. Als die op iemand verliefd wordt, moet diegene dat ook gaan doen. Ik ben bakker, dus jij moet ook bakker worden. Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij. Dat we gewoon... Die Amalia, die studeert bij mij in de buurt. Ja. Vorige week zo, die gaat dan naar studie, fotografen, beveiligen. Het is gewoon een meisje van 19 jaar. Laat haar eens los. Laat haar gewoon eens doen wat ze... Stop eens met deze mensen. Je hele leven is één grote ceremonie. Ja, het is één flauwekul. Dat is voor mij ook de reden waarom Prins Bernhard Formule 1 naar Nederland heeft gehaald. Omdat het staat gewoon symbool voor hun leven. Doelloos rondjes rijden. Ik klink altijd alsof ik iets heb tegen deze familie. Want ik haal dit, ik zeg het wel vaker. Dat ik heb volgens mij juist het allerbeste met hun voor. Veel meer dan monarchisten. Want ik vind, het is gewoon een gijzeling die van generatie op generatie wordt overgegeven. Je mag weigeren. Je mag gewoon zeggen, ik wil geen koning worden. Kan. Ja, maar kan dat? Tuurlijk. Ja, dat kan. Je kan wegrennen. We hebben het allemaal gezien. Koningin Elisabeth II is vorige week overleden op Balmoral Castle in Schotland. Daarmee werd haar zoon Charles op zijn 73ste koning. Het wegvallen van de Queen komt op een ongunstig moment. Het land wordt geteisterd door veel problemen waarvan armoede de grootste lijkt. De populariteit van de Queen zorgde volgens haar voorstanders voor rust en stabiliteit in het land. Tegenstanders wijzen op haar rol in het Britse kolonialisme, waar ze zich als persoon nooit echt van zou hebben gedistanceerd. Een van de vragen is nu, blijft het gemenebest bestaan in zijn huidige vorm? Eergisteren is de Queen naar Londen gevlogen. Ze heeft geluk dat ze niet tijdens een staatsbezoek in Nederland is overleden, anders lag ze nu nog in de rij op Schiphol. Ja, zeg. Charles had er ook wel een beetje balen dat hij koning moest worden. Het is alsof je 73 jaar van een uitkering geniet en dan ineens het UWV belt dat ze na al die jaren toch een baantje voor je hebben gevonden. Prins Charles is niet even populair in alle landen van het gemene best, maar bij ons is hij altijd welkom, al dus de gemeente best. Een filmpje voor Jan-Jaap en Lisa. Zo, die heeft even gepint. Ja, maar het was heel duur. Het was heel duur. Alles. Kijk, dit wordt heel duur. Gas. Ja, moet je dichtdraaien. Anders, heel duur. Ja, de kachel moet ook koud. Maar is dit de inflatie een beetje? Ook. De inflatie, de gasprijs. Inflatie, hoge gasprijs. Ja. Merk jij het? Nou, je merkt wel dat alles duurder is. Boodschappen duurder. Maar ik ben zelf best wel slecht met geld. Ja? Ja. In welke zin? Nou, het financiële plan is altijd een beetje op is op. Dus dat in die zin... Dat is uw plan. Dat is, moet ik nog even afwachten hoe dat allemaal gaat lopen. Maar ja, alles is wel ziek veel duurder geworden. Die energierekening, ja. Bij iedereen. Ik had deze week een maat langs die kwam voetbal kijken. En zei op een gegeven moment, mag ik mijn telefoon even opladen? Prima. Nou, mag ik mijn AirPods even opladen? En toen dacht ik, ja, dat wordt natuurlijk een fenomeen. Je hebt ook altijd die vriend die in de kroeg weg is, zodra hij aan de beurt is om een rondje te betalen. Nu krijg je elektriciteitbietsers. Dat je gewoon dat je iemand voor de deur hebt. Hey, ik was toevallig in de buurt. Oh, ik heb toevallig ook mijn marathon mee. mag ik even iets bij je opwarmen? Mag ik nog heel Netflix even downloaden bij jou? Ja. Maar maak jij je dan geen zorgen over die rekening? Ja, gelukkig woon ik helemaal gasloos en valt dat wel mee. Maar hoe werkt dat? Ik ben heel dom hierin. Maar ik heb geen gas in huis. Ik heb geen ketel of iets. Dus er wordt ook. Woon je in een iglo of hoe zit het? Eigenlijk wel. Gewoon met een klein wat vaccinelichtje. Heel even serieus. Wat heb je? Ik heb een gasloos huis, dus ik heb ook geen ketel. Dat bestaat. Ja, stadsverwarming en de warmtepomp en dat soort zaken. Ik ben natuurlijk de hele dag aan het rennen. Je gaat 's ochtends de deur uit, ga je rennen. En dan word je hartstikke warm en dan 's avonds kom je weer thuis en dan ga je slapen. Dat is zijn leven. Hij rent in zijn huis een heel groot rat. En dat is dan een elektriciteit voor de hele dag. Voor de hele buurt. Nee, maar het gaat de hele tijd over ons. Maar er zitten heel veel mensen nu ook te kijken thuis. Die kunnen nu nog kijken. Dat is waar. Alleen, we zijn fucked. Wat er nu weer op tafel ligt, is het moreel appel. Precies. Nou, dan weet je. Als dat gebeurt, dan zijn alle alarmbellen al afgegaan. Het moreel appel is namelijk dat je tegen de mensen zegt, doe eens wat minder, joh. He, of ze gaan nu tegen de banken zeggen, ja, geef jullie anders een deel van de hypotheek, laat het even zitten. Mm. Dus je merkt dat we nu allemaal in dat systeem zitten. Je moet ook andere dingen besparen. Ik ben naar een ander land verhuisd, naar België.
Nou, Harm, ik kan je zeggen. Ik heb deze week ziektekostenverzekering aangevraagd. Dat heet in België de mutualiteit. Zo heet dat, mutualiteit. Wat denk je dat ik per maand betaal? 20 euro. En mijn vrouw 8. 8 euro. Dus ik viel letterlijk van mijn stoel en dat wordt dus gedekt meteen. Hè? En kon ik meteen indienen, maar... Maar dat is echt niet normaal. Ik zeg, maar dat meen je, 20 euro? Ja, meneer, 20 euro. En ja, voor 5 euro kunt u nog een tandverzekering. Ik zeg, doe er nog maar bij. En ze zeiden, voor 24 euro kunt u een privékamer krijgen. Als u in het ziekenhuis komt, krijgt u een privékamer. Ik heb 60 euro betaald, ik heb een eigen ziekenhuis. Dus als mij iets overkomt, ik krijg een eigen ziekenhuis... met een dokter die de hele dag naast me bed. Ja, maar nee, maar dus de maatregelen, daar kunnen we over oordelen. En dat, ik vind het debiel klinken dat ze gaan dan de schulden overnemen... van de mensen die het heel moeilijk hebben, de overheid. En ten eerste, we moeten de mensen helpen met schulden. Maar in plaats dat je nou eens gewoon de energiebedrijven aanpakt... Want het gekke is, iedereen denkt, oh, die inkoopprijs is hoger. Dus daardoor vragen ze meer. Ja. Maar ze maken ook meer winst, want ze houden hun winstmarge gelijk. Dus in plaats dat je een maximum afspreekt, gaan we nu zeggen... nee, wij nemen de schulden over. Dus wij betalen nu allemaal belasting, zodat de energiebedrijven... meer geld krijgen. Maar dat is het kapitalisme. Ja, maar dat is het. Het is altijd burgers. Ze willen dat afromen, toch? Van der Leyen zei dat, dacht ik. Ja, we gaan nu afromen, winsten afpakken, ook van de renewables. Nee, dat willen ze, maar dat kunnen ze nog helemaal niet. Dus ze doen een moreel appel. En dat is natuurlijk gewoon, dat is echt een zwakte grond. Je moet het in de wet. Je moet voor even, net als bij corona, moet je even een dictatuur worden. Gewoon een paar maanden. Ja, en dat even allemaal regelen. Hè, dat allemaal nationaliseren weer terug. En dan dat doen. Ik maar denk ja, dat het beste is. Harm, waarom is het altijd bedrijf voor burger? Dat is toch... Het gaat altijd over de aandeelhouders. Want als die ontevreden zijn, oh mijn god. Terwijl ergens is vergeten, wij zijn allemaal aandeelhouders van dit land. Ja. En mensen gaan nu... Ja, nee, laten we even inzinken. Oké, ga maar weer naar UZ terug. Ik voel het. Mensen gaan rare dingen bedenken. Ik las in Amerika heb je allemaal apps nu op je telefoon. En dan kun je, als je dan boodschappen doet, kun je zeggen, betaal later. Nou ja. En dan zit er zo'n bedrijf achter, een soort Uber-achtig bedrijf. En die betalen dan voor jou je boodschappen. En dat is razend populair aan het worden, omdat mensen gewoon geen geld meer hebben. En dan heb je zo'n app en dan zeg je, nou, betaal maar later. Alleen nu... vragen ze in die app heel vaak om je creditcardgegevens. Dus nu, dan heb je dus schuld, wat je met schuld betaalt. En als je dat maar lang genoeg doet, dan word je CEO van de Jumbo. Dus dat is eigenlijk één... dat is een carrièrepad, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Die is glashelder, ja. Ja. Afgelopen week heeft de Europese Centrale Bank de hoogste renteverhoging sinds het begin van de euro doorgevoerd. De rentestijging zal wel helpen om de inflatie tegen te gaan, maar zorgt waarschijnlijk ook voor een nog diepere recessie. Door de extreem gestegen prijzen van de boodschappen en de energierekening komen steeds meer Nederlanders in de financiële problemen. Het kabinet werkt aan een noodfonds waarin ze waarschijnlijk zullen samenwerken met de energieleveranciers. Het idee is dat het steunpakket nog dit jaar in zal gaan, maar het is nog wachten op Prinsjesdag tot dit plan officieel bekend wordt gemaakt. De thermostaat staat bij mij thuis nu zo laag dat ik eraan zit te denken om een mortuarium te beginnen. Voor veel mensen wordt het steeds lastiger om hun vaste lasten nog te kunnen betalen. Omdat ze zo stom zijn geweest om een paar maanden geleden honderden euro's naar de slachtoffers in Oekraïne over te maken. Er is heel veel negativiteit rond dit kabinet. Maar laten we ook even kijken naar alles wat wel goed gaat bij de overheid. Hoe is het met de punten? Ah, oh, deze video vond je vet, hè? En jij wil meer. Heb ik twee woorden voor je. Word lid, like en abonneer. Oké, er waren er 5, maar who cares? Alsof jouw generatie nog kan rekenen. Love you, peace out.